De missende ingrediënten om natievorming in Suriname te verbeteren moeten de nodige aandacht krijgen. Dit was de stelling van panelid Danielle Feira gisteren tijdens een lezing over terugblikken en vooruitzichten van Srividensie. Georganiseerd door Women in Power Politics Foundation in het auditorium van Self Reliance. Feira vindt dat een sterke bewustwording op gang moet komen over de onafhankelijkheid van Suriname. Wat hebben we gemist als volk, als wat wij zeggen dat wij zijn, een natie, wat we niet hebben gedaan. En meneer Caldera gaf het zo goed aan, gelijk detail, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet anders, dat moet anders. Maar zijn wij wel goed nagegaan met elkaar, wat dat dit precies betekent, wat we gedaan hebben, 25 november 1975. Wat we gesproken over onafhankelijkheid is eigenlijk gewoon, wat je zou zeggen, technische benaming, om aan te geven dat je een land bent. Je bent dan, je sluit je aan bij de VN. En ieder praat over Republiek Suriname, onafhankelijkheid. Maar dan kijk ik terug naar Henry de Siel, Trefosa, en die heeft gesproken over Srividensie. En is Srividensie werkelijk onafhankelijkheid? Bedoelde die dichter daarmee onafhankelijkheid? Feira begrijpt dat Srividensie staat voor het stevig op je twee benen staan en je eigen identiteit kennen. Surinamers moeten zich daarom afvragen als zij van deze kwaliteiten genieten. Zijn wij Surinamer of zijn wij een aftreksel van Europa? Of zijn we dan morgen een small island nation state? En dan morgen overmorgen vinden we onszelf een oil and gas land. En dan weer een andere keer voelen we ons meer verbonden tot Mercosur of UNASUR of Zuid-Amerika. Dan wel weer CARICOM, dan eventjes even in CARICOM. Dan weer een deel supranationaal, dan een klein Caribisch, dan wat not. Maar weten we nog niet eens met elkaar wie we zijn? Suriname, ben je dat echt? Wanneer het tijd wordt om te bepalen wie je bent, dat je ervoor kiest om aan de andere kant te staan. En de Suriname de schuld te geven van alles dat verkeerd gaat. Feira concludeert dat een grote mate van decolonisatie in Suriname bewerkstelligd moet worden. Er moet een goed identiteitsfundament gelegd worden voordat gesproken kan worden van natievorming.